mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express. Voorinspectie bij jullie hier in de groep, want ik moest van Sint Nicolaas. Kijk, daar is mijn koffer uit de stoomboot. En ik moest van Sint Nicolaas jullie een beetje laten zien wat wij komen brengen dit jaar. Eens even kijken. Kijk eens wat ik bij heb. Sint Nicolaas heeft altijd een heel groot boek. En nou heb ik voor jullie ook een heel mooi boek meegenomen. Met allemaal mooie kleurplaten en knutselwerkjes. En misschien gaan jullie wel een keer pepernoten bakken. En misschien kom ik dan ook nog wel een keertje later bij jullie langs om eens een bezoekje te brengen hier naar de schans. Zou dat leuk zijn? En ik vind dat jullie het hier zo mooi versierd hebben. Hè? Het is een beetje door elkaar heen, hè? Een beetje herfst nog. Maar jullie hebben wel hier als een van de weinigen al een beetje Sinterklaasversiering. En kijk eens, hier hebben we volgens mij een Sinterklaastafel. Dat is toch wel heel mooi gemaakt hoor. De stoomboot en Americo en een voorleesboek, Sinterklaasje, leuk hoor. En ik heb mijn BSO jasje al aan, dus als de grotere kinderen dan ook komen vanmiddag, dan kunnen die het vlogje ook bekijken. En dan doet Piet altijd even kijken of je een beetje kan kijken. Oh, wat een mooie puzzel zeg van Sinterklaas, hè. Als je die dan zo mooi ziet op de fles. Oh, valt die er toch uit. Doen jullie die morgen weer even opnieuw maken. Zo. En hier een verkleedtafel, kijk toch eens. En dan kan je ook een pietje worden, hè. Zie je eens. Een muts bij en een cape. Leuk, hoor. Nou, blijven jullie de vlogs lekker volgen van Piet Antonio. Dan zien we elkaar binnenkort weer als we hier langskomen. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het boekje wat jullie krijgen hier op de schans van Sint Nicolaas. En misschien dat jullie dan wel samen met Piet Antonio het geheim oplossen van het grote boek van Sint Nicolaas. Tot de volgende keer, tot de volgende vlog, Piet Antonio! Mogelijk gemaakt door de Sint en Pieter Express.